schoonheid is erg fluctuerend. Wat je op een bepaald moment mooi vindt, is ook niks constant. Ik ben niet dom genoeg om altijd hetzelfde te willen, dus voilà. Mijn moeder heeft me altijd verteld dat het eerste woord wat ik kon zeggen auto was. En ik heb altijd gevoeld dat ze er niet erg blij om geweest is. Maar bon, ik ben Luklanduit en ik ben automobieldesigner. Ten eerste, dat is een woord met een probleem, vind ik. Een carrière of een loopbaan, dat is zoiets lopen en baan. Meestal doe je dat als je zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant wil komen. En dat je in de baan blijft en niet links en niet rechts buiten het witte streepje loopt. Dat was dus niet. En loopbaan houdt ook in dat je werkt. Dat was het ook niet. Ford dat was het begin. Ik was heel gelukkig bij Ford. Tot op een dag ik een telefoontje kreeg van iemand bij BMW. Die me voorstelde even met hen te komen praten in München. En ik heb natuurlijk niet nee gezegd. Ik ben naar BMW gegaan en ben daar 7 jaar gebleven. Het idee was eigenlijk de groep dichter bij elkaar te brengen door allemaal tezamen aan een project te werken wat voor iedereen een plezierig project zou zijn. En als iemand met auto's te doen heeft, dan zijn plezierige projecten altijd sportwagens. Het resultaat van deze Z1-studie beviel de directie van BMW zo goed dat besloten werd een kleine serie te bouwen van die auto's. Na BMW, Renault. Voor Renault heb ik verschillende jobs gedaan. Ik was eerst project manager. Dan ben ik 3 jaar in Japan geweest toen Renault de controle van Nissan overnam. En toen ik terugkwam, ben ik directeur geweest van verschillende programma's tot einde van vorig jaar. Op een bepaald moment alle kleine auto's die bij Renault rondreden, die kwamen uit mijn studio. De laatste 3 jaar, heb ik me dan bezig gehouden met LCI. Dat is een kleine groep van mensen waar design, engineering, product planning tezamen zitten. En waar totaal nieuwe oplossingen voor totaal nieuwe consumentenwensen worden gezocht. Dat was weer de zandbak, dat was spelen. En voor die kerels ben ik 8 maanden in Italië geweest voor de ontwikkeling van een rijdende prototype. Die ik eigenlijk vandaag graag had laten zien, maar geheim. Overal. Je tekent voor mensen. Je haalt inspiratie bij de mensen. Alles wat rondom je gebeurt, is belangrijk en wordt verwerkt. De hoogtepunten liggen heel vaak bij dingen die eigenlijk met de auto zelf niks te maken hebben. Er zijn bepaalde groepen van mensen waarmee je gewerkt hebt en zeggen, wauw, dat was een droom. De Twingo was een hoogtepunt, hoewel het een kleine auto is, maar kleine auto's maken is erg moeilijk. Kleine auto's die niet duur mogen kosten, toch oké laten uitzien, niet makkelijk. Te weten dat gewaardeerd wordt dat wat je gedaan hebt, dat is natuurlijk altijd mooi. Dat is goed gevoel. 20 jaar of meer bij Renault. Hier in Parijs, dat vergeet je niet in 1 keer. En het leven hier is erg mooi, dus blijf ik.